Lynn Blewanes werd op 7 juli 2019 Nederlands kampioen BMX in de categorie 11 tot 12-jarigen. Lynn is 12 jaar en lid van BMX FCC Wheels in Erp. Voordat de training begint, moet er eerst een goede warming-up gedaan worden. Een wedstrijd bestaat altijd uit meerdere rondes, manches. Per manche staan er maximaal 8 rijders naast elkaar aan het starthek. De eerste 4 rijders gaan door naar de volgende manche. BMX of fietscross is een Olympische sport sinds de Spelen van Peking in 2008. Het woord BMX staat voor Bicycle Motocross. De X staat voor cross. Het eerste onderdeel van de training is het oefenen van de start op de startheuvel. Een goede start is tijdens een wedstrijd misschien wel het allerbelangrijkste. Op een BMX-baan heb je allerlei hindernissen, zoals dubbele heuveltjes, kombochten en wasborden. Hi Lynn. Hi. Al op 5-jarige leeftijd had je interesse in fietsen. Waarom heb je voor BMX gekozen? Nou, gewoon omdat eigenlijk niet heel veel mensen dat deden als sport. En ik vond dat wel heel vet, zeg maar, omdat ook niet heel veel meisjes dat doen. En ik niet wil gaan dansen of zo, maar gewoon iets stoers wil doen. En ja, ook waar je gewoon kan vallen, maar ook gewoon kan winnen, zeg maar. Gewoon dat je heel goed er ook in kan worden. En ja, daar wil ik ook nog wel meer, zeg maar, bereiken en heel veel winnen. Nou, heeft jouw vader, die was op 11-jarige leeftijd wereldkampioen cross. Ja. Heb je hem ooit wel eens zien fietsen? Ja, ik heb het wel op een filmpje gezien. Dat is wel heel anders, maar ik vond het wel grappig. Nou, we hebben net een training van jou gezien. Heel inspannend, heb ik mogen constateren. Kan je iets vertellen over die training? Wat heb je zoal gedaan? Het was best wel een zware training. We moesten sprinten, zeg maar. We deden tot de eerste bult en dan gingen we naar boven sprinten. We hebben 1 vol rondje gedaan. Dat is gewoon hoe dat in de wedstrijd gaat, zeg maar. Alle lijnen die je rijdt. Ja, dat is best pittig. Ja, dat is wel een zware training, maar wel goed. Nou, was je al Nederlands kampioen en je hebt ook meegedaan aan de Europese kampioenschappen in Letland. Hoe is dat gegaan? Ja, voor mij toen kon het beter. Ik was gevallen omdat de eerste die viel, zeg maar. En ik viel eroverheen. Ik lag 4 en ik kon ook bij de top 3 komen. Dus daar baalde ik wel van. Maar ja, ik ben natuurlijk gaan focussen op het WK. En daar heb ik wel een beter resultaat gehaald, zeg maar, om het zo maar te zeggen. En dat die wereldkampioenschappen waren in Zolder. En wat was het resultaat wat je daar gehaald hebt? Ik ben met de cruiser, daar ben ik 3e geworden. Dat is niet met deze fiets, maar hij heeft grotere wielen, zeg maar, andere bouw van het stuur. En daar ben ik 3e mee geworden. Nou, heb ik gehoord van je bij het intakegesprek dat je ook een beetje bijgelovig bent, hè? Vertel eens. Ja, ik heb 2 verschillende handschoenen. Dus nou is daar aan de verkeerde kant eigenlijk, omdat hij aan het training is. Hè. En ik heb wat armbandjes om en ik heb een poppetje die ik altijd meeneem. En ik doe meestal met de wedstrijd altijd vlechtjes in maar. Dus ja, dat zijn wel de dingen, zeg maar. Nou, heb ik ook gezien dat jouw fiets staat bij jou binnen in de huiskamer. Ja, ik wil dat heel graag, maar ik wil niet dat die in de schuur staat of zo. Alleen mama is er eigenlijk niet mee eens, maar ik vind dat gewoon normaal. Dus ja, ik vind het wel goed zo. Oké, nu heb jij op een gegeven moment natuurlijk een bepaalde verwachtingen voor de toekomst. Heb je bepaalde plannen? Ja, op de Olympische Spelen staan, dat zou ik heel graag willen. En top 3 komen of misschien wel winnen, ja, daar wil ik heel graag gewoon voor gaan en gewoon wereldkampioen worden. En misschien ook wel Europees, ja, ik wil gewoon nog beter worden als dat ik nu ben. Dus ja. Nou, ik wens je ontzettend veel succes en misschien dat we bij wijze van spreken volgend jaar op dezezelfde plaats weer staan. En jou kunnen feliciteren met een wereldkampioenschap bijvoorbeeld. Ja, dat mag ik hopen.